De spanning tussen Nederland en Sint Maarten loopt flink op. Het eiland weigert nu zelfs Nederlandse ambtenaren. Oorzaak is een conflict over de inzet van Nederlandse agenten op het eiland. Vanavond is er spoedoverleg in Den Haag tussen beide landen. Sint Maarten, niet meer dan 50.000 inwoners, is sinds 2010 een zelfstandig land binnen het Koninkrijk. Met een eigen politie die soms met de Nederlandse politie samenwerkt. Maar de Nederlandse korpschef Bouwman is er klaar mee en wil geen zaken meer doen met de corrupte autoriteiten. Die boodschap is de justitieminister daar in het verkeerde keelgat geschoten. Er is geen enkele presentatie geweest waarbij gezegd is de hele Sint Maarten is corrupt. Er is geen enkele presentatie bij geweest. Dus mijn vraag is, hoe komt men tot dat oordeel en waarom pusht men dat zo? Nederland wil op Sint Maarten een criminele inlichtingendienst om zo de gokmafia op het eiland in kaart te brengen. Die inlichtingendienst moet buiten de lokale politie onderzoek doen om zo corruptie en belangenverstrengeling te voorkomen. Maar die oprichting is nu geblokkeerd door de justitieminister van Sint Maarten. Omdat hij vindt dat het eiland zelf verantwoordelijk is voor de rechtshandhaving. En hij houdt voet bij stuk. Mijn inziens, Nederland kan daar niet alleen effectief opereren. Dat kan niet. Dat heeft bewezen niet te werken. Maar minister Plasterk wil ook niet toegeven. Volgens hem moeten Nederlandse agenten er zelfstandig te werk kunnen gaan. Details daarvan die gaan we vanavond bespreken. Het kan in ieder geval niet zo zijn. We moeten samenwerken, maar het kan niet zo zijn dat een volgende minister van Justitie bij wijze van spreken de telefoon kan pakken en kan zeggen stop met dit onderzoek. Want dan komt de politiek te dicht bij het onafhankelijk onderzoek dat ook moet kunnen gebeuren. Een van de partijen moet daarom vanavond water bij de wijn doen. En de kans is groot dat dat Sint Maarten is.